Ze begonnen alle drie met één simpele tatoeage. Maar dat werden er al heel snel veel meer. Nu is hun hele lichaam een samensmelting van beeld, kleur en fantastische details. Ze zijn alle drie eigenlijk een levend kunstwerk. Een overweldigend schilderij met overal waar je kijkt een nieuw verhaal. Hier zijn René, Cor en Matt. Wauw, heren. Ongelooflijk zeg, ik weet even niet waar ik moet kijken. Wat is je favoriet? Deze, die zeemeermin, die de octopus bereidt. Zoals een ruiter een paard rijdt. Mooi, mooi. Die Boeddha, was die al zo groot toen je hem liet zetten? Nee, die was kleiner. Die was kleiner. Ja, ja, toen woog ik ongeveer rond de 100 kilo. Oké. Okay. Hi Matt, let's start with the eyes. How did you do that? Hypodermic injection. It's a surgical procedure. Injections in your eyes? Into the outer layer of the eye, the ink mixes. I have 6 different colors put in the eyes. Okay, great. Matt. Okay. Jury. Wij zoeken de mooiste tatoeages. Jullie mogen nu gaan stemmen. Kies 1 voor René, kies 2 voor Cor en kies 3 voor Matt. Oké, de stemmen zijn geteld. Ik ben heel benieuwd hoe de bedragen zijn verdeeld. Laat het maar zien. Oeh, dit wordt vreselijk moeilijk. Het is aan jullie om te kiezen, maar het zijn bijna alle bedragen, die zijn bijna allemaal gelijk. Dus ja, dit wordt heel erg lastig. Maar ja, dan kan het toch maar 1 de winnaar zijn. 950 euro, die heeft de meeste stemmen gekregen. Als je denkt, dat ben ik, dan ga je staan op dat blok, bij dat bedrag. Dan denk je nou, nee, ik heb het net niet. Dan ga je op een van de andere 2 staan. Jongens, het is aan jullie. Ga je gang. Ik ga naar Matt. En wat doe jij, Cor? Ik blijf gewoon staan. Jij blijft staan op 2. En Matt en René, die staan op 1. Ja. Oké.
Laten we gaan kijken. Wie staat er goed? Matt staat goed. Congratulations. Cor staat goed. Hey. En René, bedankt dat je er was. Van jouw taak hoor. Hey, super dat je er was.